Hallo allemaal en welkom in het Lucille Stadion. Het decor van misschien wel de belangrijkste voetbalontmoeting van het jaar. De finale van het wereldkampioenschap. Naast mij zit voetbalkenner Puur Sang, meester verhalenverteller Jeroen Grütter. En ook ik, Sier de Vos, zal van achter de microfoon mijn steentje bijdragen vandaag. Zet nog even snel een verse pot koffie. We beginnen zo. Dit is Portugal tegen Argentinië. Ja, de motivatie zal natuurlijk gigantisch zijn, hè, bij die spelers die het zo dadelijk moeten gaan doen. Want weet je, Sier, anders heb je niets te zoeken in een WK-finale. Dit is de grootste wedstrijd die zij gaan spelen in hun carrière. Er komen natuurlijk ook zenuwen bij kijken. En wie weet gaat dat invloed hebben op de wedstrijd. Zien we dat terug? Wordt het vloeiend? Wordt het hakkelend? Op dit moment hebben we geen idee. Maar ik hoop dat het toch een knaller van de wedstrijd gaat worden. Een historische ontmoeting. Paas onderweg naar Bernardo Silva. Uit de draai! Corner voor Portugal. Hij komt eruit om die bal te pakken. Bernardo Silva. Fernandes. Hij komt met een schot. Nee, net niet. Hij raakt het toch wel mooi, hoor. Ja, zeker ziet. Met gevoel geschoten. Maar ja, dan belandt hij uiteindelijk toch niet tussen de palen. Lionel Messi. Nahuel Molina. Argentijnen komen naar het doelgebied van de tegenstander. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander. Op zoek naar die opening. Aanval wordt afgestopt. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Er is een teamgenoot in de buurt. Rodrigo de Paul. Goed druk gezet, hoor. Leandro Paredes. Lionel Messi. Er komt 1 minuut bij. De grote door de scheidsrechter. De vrije trap aan voor Portugal. En we gaan nu de rust in. Coming up on time, don't forget we'll be having the lucky raffle. And also don't forget the lucky program. We zijn aanbeland bij de laatste drie kwartier van deze WK-finale. En de bal rolt weer. Rodrigo de Paul. Een teamgenoot biedt ondersteuning. Alles uit. Inworp Argentinië. Leandro Paredes. Marcos Acuña. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. Cristiano Ronaldo. De bal niet meer aan de voeten. Hij raakt nog een speler van de tegenpartij. Hoekschop. En vast die bal. Di Maria. Marcos Acuña. Giovanni Lo Celso. Lautaro Martinez. Rodrigo de Paul. Hij werkt de bal naar voren. Romero. Giovanni Lo Celso. Leandro Paredes. Lautaro Martinez. Sterk hoe hij die bal verovert. Messi. Ja, nou, of hij moet gewoon beter zijn tijd nemen. Hè? Maar in ieder geval gaat de bal langs de verkeerde kant van de paal. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Hele mooie beweging. Het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij.
Hoppa! Krijgen de wissel bij Portugal. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Marcos Acuña. Pepe wint de bal. 3 minuten extra speeltijd. Lionel Messi. En Marcos Acuña aan de bal. Marcos Acuña. Aftrap, eerste helft van de verlenging. Ja, even die laatste kracht aanspreken. Di Maria paast ongelukkig. Bal uit. Bernardo Silva. Speelt hem diep. Hij verplaatst het spel naar de andere kant. Hij is er voorbij. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Ja, eindelijk. Daar is hij dan. We hebben er lang op moeten wachten, zeg. Ja, dat kun je wel zeggen. En we zitten al heel diep in de tweede helft van deze finale. Als je zo slordig opruimt, ja, dan leidt dat uiteindelijk natuurlijk tot gedoe. Hier zie je de bal niet goed wegwerken. En met alle gevolgen, de trainer die zal daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn. Giovanni Lo Celso. De bal weer heroverd. Rodrigo de Paul. Di Maria. Lautaro Martinez. João Cancelo. Nu krijgt Portugal de gelegenheid om 2 spelers te wisselen. Nog 1 helft in de verlenging. We hebben afgetrapt. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Hier is Lionel Messi. De tackle op eigen helft loopt goed af. Rodrigo de Paul. Dat is gevaarlijk hoor, om hier een sluiting te maken. Dat moet hem zijn voor Di Maria. En de Argentijnen maken weer gelijk. Dat hebben ze toch goed voor elkaar gekregen. Dit is nou precies het type speler dat een doorn in het oog is van verdedigers. Ondanks alle weerstand weet hij toch te scoren. En het staat weer gelijk. 1-1. 5 minuten nog. En dan is de verlenging voorbij. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Heeft nog geen winnaar opgeleverd. Dus nu gaan we via strafschoppen beslissen wie vandaag wereldkampioen wordt. En dan is het nu tijd voor de eerste strafschop. Hij schiet hem erin vanaf 11 meter. Prachtig, zo'n pokerface bij een strafschop. Hangen, strafschop verzilverd. Een stoïcijnse blik. Ja, dat kan natuurlijk schijn zijn. En dan schiet die bal erin vanaf 11 meter. En die passeert de lijn. De keeper moet vissen. De afstand tot het doel is slechts 11 meter. De strafschop zit. Hij verzaakt niet en benut de strafschop. Je mag zo'n bal eigenlijk niet missen. Maar toch gebeurt het soms. En die bal verdwijnt in het doel. Goed gedaan. Raak. Bal langs de keeper geschoten. Bal op de stip. Oog in oog met de keeper. Zenuwslopend. Hij blijft kalm en schiet hem binnen. Hij heeft de laatste strohalm in handen. Als hij deze mist, is het afgelopen. Boom! Hij schiet de strafschop erin. Hij staat klaar om de trekker over te halen.
helemaal buiten bereik van de keeper in de kruising. Ja, hij kan doen wat hij wil, maar dat komt hij nooit van zijn leven zijn. Vanaf de stip en dan gaat erin. Het lijkt zo makkelijk, een penalty nemen. De doel en dan gaat hij toch het doel in. De keeper zat er nog bij. En toch ging hij nog mis. Schitterend. Zo zien ze maar zelf. Vanaf 11 meter langs de doelman geschoten. Eens kijken of hij zijn zenuwen in bedwang kan houden vanaf de penalty stip. Raak. En terecht, dat mag je eigenlijk ook niet missen. Doelpunt vanaf de stip. Opperste concentratie. 11 meter, een doel en een keeper. En een bal natuurlijk. Hij legt die bal erin vanaf 11 meter. De bal passeert de lijn, die zit erin. Sommige spelers kiezen bij voorbaat een hoek. Eens kijken wat hij gaat doen. Doelpunt. Hij verzilvert die strafschop foutloos. Alsof hij gewoon wist waar die bal zou komen. Wat een save!